stel je even voor, want de mensen weten nog niet wie jij bent. Jij zou eigenlijk Sabri Saad el Hamus zijn. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben dus niet Sabri. Ik ben Dennis Koenen. En ik ga dus de rol van Don Pedro spelen. De prins. De prins? Ja, volgens het origineel van Shakespeare ben ik een Spaanse prins, geloof ik. Maar bij dus hebben we er een Arabische prins van gemaakt. Een soort van oliescheik, een man met heel veel geld en met heel veel macht. Om het een beetje te vertalen aan deze tijd, zeg maar. Dat is het idee. En wat ga je doen? Hoe bedoel je? Nou, het stuk. Oké. Nou, dit is dus een heel groot feest, speciaal voor mij. In het stuk ga ik verschillende mensen aan elkaar koppelen. Dat vind ik echt ontzettend leuk om te doen. Ik heb heel veel macht. En, ja, dat levert een enorme puinhoop op, toch? Dat levert een enorme puinhoop op. Ja, binnen de kortste keer loopt het gigantisch uit de hand. Het is eigenlijk met hele goede bedoelingen. Ik zie het als een spel, weet je, om mensen aan elkaar te koppelen. En, ik ben ook heel goed in. En, ik ben ook een ontzettende womanizer. Dus ik doe het zowel voor mezelf als voor mijn vrienden. Dat is een beetje het idee. Hey, nou sta je opeens in plaats van Sabri Saad el Hamus in zo'n grote productie met New Cool Collective. Hoe is dat? Heel spannend. Het is echt, ik ben eigenlijk gewend om, ik speel heel lang bij Aluin. En daar zijn we meestal met een vrij klein gezelschap. En hier zijn we in één keer met 12 acteurs en dan nog iets van 8 muzikanten. Dus het is enorm druk altijd hier. Dus het is echt een totaal andere manier van werken. Het is heel veel en dus dat is ontzettend spannend. Heel spannend. Want je bent nu pas net 2 weken bezig, begrepen? Ja, we zijn, even kijken, we zijn 28 mei zijn we begonnen. Dit is de tweede week. We hebben de eerste 2 bedrijven hebben, zeg maar, nu gedaan. En sinds het einde van de week komen muzikanten erbij en dan werken we samen, zeg maar. Dankjewel.